Trouwens, Fons, ga je nog naar Costa Brava dit jaar? Costa Brava? Ga je er nog naartoe? Je gaat toch elk jaar naar Costa Brava? Ik zou het best wel willen. Ik zou best wel willen gaan. Maar kijk, dat gaat gewoon niet zo. Nee, dit jaar niet, Fons? Nee, jongen, kijk, ik wil het wel. Ja? Dat gaat niet zo. Nee, maar volgend jaar ben je toch ook geweest? Een jaar daar ben je mee geweest? Dan komt Costa Brava. En dit jaar niet. Dat klopt, ja. Ja? Ja, dat was erg leuk hoor. Maar dit jaar, dan gaat dat toch even niet, denk ik. Waarom niet, Fons? Ik heb iets op het oog. Ja. En dat gaat waarschijnlijk veel geld kosten. En dan ga ik niet op vakantie kunnen. Dus niet naar Costa Brava dit jaar, Fons? Nee, geld sparen voor wat anders. Maar wat zijn de plannen? Nou, ik wil een nieuw wijf. Dat wijf van me is gewoon kut. Dus en ik heb een nieuw wijf hier op het oog. Oh. En dat gaat wel wat centen kosten, ja. Maar Eva, die weegt 300 kilo, zei je helaas. Ja, die heb je gedumpt? Ja, dat dumpt er nog erg hard van hier oog, kan ik je vertellen. Ik kan het mij voorstellen, zeg. Die afdruk staat nog steeds in mijn plantsoen. Ja, en in mijn geheugen. Maar... Ja. Dus Eva is het niet meer? Jawel, ze hebben natuurlijk, ze veerde gewoon weer naar boven zijn stuiterbal. Ja? Ik bedoel, er was voor de rest niks mis mee. Nee, maar die ging over met jou naar Costa Brava natuurlijk. Ja. Helemaal gek als ik er allemaal helemaal had. Want we konden nu over Costa Brava, maar je hebt nu andere foef gevonden. Ja, deze weegt 410. Ja? En die stuit het waarschijnlijk nog wat hoger. Hij houdt wel van een lekker stukje vlees in wie gehoord. Nee, dat niet. Maar ze zijn makkelijk. Oh. Ja. Maar hoe makkelijk? Want niemand wil ze, weet je. Nee, dat ja, is het. Ik ben zelf nou ook niet dat je zegt... Je weegt zelf ook. 640 kilo. Ja. En vorig jaar was je 3 kilo minder, heb ik gehoord. Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Wat is er van overgebleven? Weinig eigenlijk. Twee broeken. Twee broeken. Die zijn overgebleven, ja. Maar die kan je nog wel aan, of? Ja, nou ja, met koningin in de dag hangt ze wel eens aan de stok en zo. Want maar voor de rest... Ik zie hier nu een foto op het bureau liggen. Van jou in Costa Brava met die broek aan. Ja, toen ging hij perfect aan. Ja, maar nu... Ja, lekker. Nu is het lastig. Ja. Zeker, ook met dat vrouwtje erbij. Ja, en hoe heet ze eigenlijk? Mijn nieuwe vrouwtje. Je nieuwe vrouwtje? Niet Eva, maar... Isabella 2. Ben je er al mee naar Costa Brava geweest? Nee, maar dat gaat wel gebeuren. Ja, maar dit jaar niet, zei je net. Ik moet alleen even een paar kilootjes kwijt, en dan is die broek weer aan. Ja, want 600... Ja. Wat was je nou, 600? 630 kilo was je nu? 640 kilo. Ik ben 46 kilo. Nee, dat is mijn streefgewicht. Ja, ik natuurlijk. Blijf maar hangen bij 90, hè. Ja. Ik heb een snelle verbranding, dat lukt maar niet. Nee. Ja. Maar een goed doel, wat je waar je naartoe gaat. Ja, heel goed. Ja. Heb je trouwens een foto van je nieuwe vlam? Ja, die staat op Google Earth. Moet je een beetje zoeken. Je op haar woonplaats staat ze hartstikke mooi op. Ja. En dan kan je inzoomen. Ja, zie zo die klamme dot zie je zelf zitten. Maar dat is die oude, is dat Costa Brava? Daar is je geboren. Maar ik bedoel de woonplaats in Nederland. Ik zie ook dat het een groot lampje knippert. Dus de tijd zit erop. Nou, ik vond het heel erg leuk, Fons, om met je gesproken te hebben. Ja, dankjewel. En ik wens je heel veel succes. Ja, en ik wens je ook nog succes hier bij de autorij. Ja, dankjewel. Oké. Dag. Bedankt, hè.